Oh, waar lacht hij dan? Je kabi? In het bed. Oh. De 100 kilo bankdruk, jongens. Voor het eerst dat in mijn huis de 100 kilo de lucht in gaat. Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog, jongens. Vandaag ben ik hier in een puinzooi beland in mijn huis, want mijn sportkamer wordt vandaag gefinished, gemaakt, gefixt. Ik heb een aantal apparaten besteld, waaronder een bankdruk en een soort van allround apparaat die ik ook met mijn personal trainer heb, die heel erg chill is. En die worden vandaag beide geïnstalleerd in de sportkamer. Dat ga ik jullie straks later in de vlog laten zien. Maar ja, je kan dus om me heen al zien dat het echt één grote puinzooi is. Ik was trouwens ook serie aan het kijken. Echt een hele leuke serie dit. Designated Survivor. Was een aanrader van Don. Dus ik dacht, nou, laat ik hier eens even kieken. En hij is inderdaad heel erg leuk. Maar goed, je ziet het overal troep. Echt insane. En ook in de sportkamer ligt het helemaal vol. Trouwens, moet je eens even kijken hoe mooi de zon nu staat, hé. Kijk eens even dan. Is dit geen plaatje? Dit is een plaatje. Eerlijk, dit is een plaatje. Ik heb mijn haar trouwens niet gedaan, zoals je ook kan zien. Dus laat ik daar even verandering in brengen door naar de badkamer toe te gaan. Want, ja, ik weet niet. Vandaag was een beetje zo'n lazy day, weet je wel. Ik moest redelijk vroeg op voor de monteurs en zo. Die dan hier dus de sportkamer nu in elkaar aan het zetten zijn. En ik heb mijn haar nog helemaal niet gedaan. Dus, let's do it in. Koop je merch, roylistic.nl. Sta ik daar 3 minuten hier? Waar ik blij je bent. Je stond 3 minuten te wachten voor je moment om te vertellen dat we merchandise te kopen zijn voor je als een webshop linkje in de beschrijving. Ja, we zijn 3 minuten zo. Thanks bro. Wanneer komt ie? Want het was ook echt een slecht excuus, want hier ligt helemaal geen gel om haar te doen. Nee. Dus dat was echt een terrible excuse. Je kan ook je haar doen met aquafresh. Met tandpasta? Ja. Nou, er zit wel het woordje pasta in. Ja. Dat heeft trouwens helemaal niks te maken met je. Nee, trouwens wel, je hebt pasta wat je in je haar kan doen. Ja, een soort van kleefpasta-achtig. Nou, dat zou ik niet doen. Maar ja, Don is er dus ook. What's up, Don? What's up, man? What's up, bro? What's up, bro? You have my merch on my anus, bro. You're shitting my anus, bro. You're shitting my merch, bro. En ik was voor de duidelijkheid dus ook deze serie aan het kijken met Don. Hij kwam met de aanrader. En toen dacht hij dat ik hem niet wilde kijken, maar toen in één keer zette ik hem op. Ja, want Roy vond het idee toch wel leuk. Het is als volgt. Zet hem op. Pet? Nou, petje af als je dat doet. What's up bro, je hebt ook je haar niet gedaan. We zijn team, doe je haar niet vandaag. Ik heb wel mijn haar weggehaald, maar dat is op een andere plek. Je anus haar. Nee, dat zit er nog op. Dat zit er. Ik vraag het wel even aan Us. Aan Us? Wat slechter allemaal dit, hè? Aan de Verenigde Staten, aan de US. Aan de US. Ja, wij kijken een serie, het gaat over de Amerikaanse overheid. Ja, het is echt legit heel vet. President dood, kabinet dood, door een aanslag blijft er 1 man over. En die moet het volk gaan regeren. Ik bedoel, de overheid moet die overnemen. Het is een goede serie, let's go. Ja. Nou, ik volg het kabinet. Ja? Ja, sinds kort pas. Ik vind het kabinet. Oh, waar lacht hij dan? Je kabi? In het net. Oh. Drie poepjes. Het is een 5je onderaan je rug. Dat breekt zo lekker de week. Zo, gast. Nee. Give me heads up the next time, then I put my camera on your anus. I will. Mijn vriendin is inmiddels thuis en kijk eens eventjes. Ze heeft gelijk iets super lekker voor ons gemaakt, want de chicken is ready. En waar zijn het? Wraps. Wraps. Oh, there are the wraps. You know, it's a wrap. En dan hebben we hier nog wat saus en wat andere troep. Dit wordt lekker, man. Even lekker afteten, toch, Deetje? Ja. Hoe was werken bij de C&A's? Druk. As always. Yep. Was dat leuk? Wat was het leukste wat je vandaag is overkomen? Jou niet zien. Hey, vroeg ik of jij wilde antwoorden of dat zij moest antwoorden? Je vroeg helemaal niks. Fuck you. Maar nee, niks was leuk? Jawel, gewoon normaal, weet je veel. Roy, het is werk, net als Oké, ik voel me nu echt zo'n vader, weet je wel. Nog niet uitklikken, ik zie dat duimpje naar de uitknop. Als jouw moeder vroeg na een lange dag op school. Ja. Ja. Hoe is school? Ja, daarom zeg ik ook. Ik voel me nu net zo'n vader. Ja. Dat zei ik ook. Dat is gewoon kut. Dat wil je niet. Je wil niet praten. Oké. Nou, Dee. Geniet lekker van het eten. En niet te snel eten, anders krijg je buikpijn. We zijn inmiddels al een tijdje verder, jongens, maar ik ben zo ontzettend tevreden en zo ontzettend blij. Nog toen ik thuis woonde heb ik eigenlijk altijd al geroepen, omdat ik al zoveel sportte, van joh, als ik ooit op mezelf kom te wonen, zou ik het zo onwijs gruwelijk vinden als ik mijn eigen sportkamer heb. Waarin ik gewoon kan bankdrukken, waarin ik kan trainen, waarin ik alles eigenlijk kan doen. En die droom is ook in vervulling gegaan. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik sta er nu naar te kijken. Laat ik wel zeggen, de sportkamer is nog lang niet af. Er komt nog een schijvenrek. Dus echt een rek waaraan ik de schijven voor het bankdrukken kan hangen. Een dumbbellrek. Ik wil het nog door een architect, wil ik het helemaal vet laten inrichten. Dat het helemaal sportachtig eruit ziet. Met allemaal leuke attributen. Foto's van mezelf erin hangen. Etcetera, etcetera. Dat ga je allemaal in de komende vlog zien natuurlijk. Het is gewoon een project. Maar voor wat er nu al staat, ben ik echt al heel erg trots op. Check this out. Holy damn, het is Don. Een mooi staaltruc. Nee, kijk eens even. We hebben hier een bankdruk met een officiële Olympische stang van 20 kilo. Dus ja, hier kan je gewoon heerlijk bankdrukken. Schijven erbij. Dit is een schijf van 10 kilo. Daarnaast heb ik nog 4 schijven van 20 kilo. 2 keer 15, 4 keer 10, 2 keer 5, 2 keer 2,5 en 2 keer 1,25. Dus alle mogelijkheden om te bankdrukken zijn er. Wil je 100 kilo? Easy. 4 keer 20 kilo erop, dan heb je echt de mooie 100 kilo zoals die bedacht is. Met een stang van 20 en 4 schijven van 20 erop. Gewoon prachtig, zo hoort die, weet je wel. Ook nog allemaal andere schijven erbij. Dit is gewoon lekker, Don. Dit is gewoon lekker, toch? Hoe lekker. Ja, heerlijk. Maar dan, kijk, we hebben dit bankje hier. Dan hier nog een extra bankje voor als je dumbbell press en dat soort shit wil doen. Met rode stitches erin. Dat is echt, stiksels heet dat toch? Stiksels, ja, stitches is Engels. Fucking hard. Hier hebben we trouwens een airco. Dus ten alle tijde is het een goed gekoelde ruimte. Dus ook als we het warm hebben, we're fine. Een heerlijk Sonos speakertje. Die staat nu dus nog heel erg AliExpress-achtig op de verwarming. Uiteindelijk wordt hij natuurlijk opgehangen. Hier komt nog een zieke tv. Er komt nog een kleurtje op de muur. Dus daarom zeg ik, het is nog lang niet af. Right? Maar dan, de crème de la crème. Boom! Holy fucking shit, bro. Would you look at that? Het all-round fitnessapparaat waarop letterlijk alles mogelijk is. Noem het maar. Je kan alles hierop doen. Biceps trainen, triceps, rug, borst. Als je dit bankje aanschuift kan je gewoon letterlijk chesten. Alles kan je doen. Alles met dit apparaat. Ze noemen het niet voor niets het allround apparaat. Hier heb je de koeien, de kettlebelt. Hier nog zelfs een bidon. Hier nog een bidon. Hier, die had Don alvast. Bidon, hoe kan het ook anders? Je kan je hier optrekken. Zal ik dat even voordoen op de vlog? Jij is even optrekken. Ja. We hebben liever optrekken dan aftrekken. Ja, aftrekken heb ik mijn vriendin voor. Oké, nee, komt ie, let op. En het leuke is dus ook, dat wist ik al toen ik de woning kreeg, zeg maar. Het plafond is hier mega hoog. Dat komt dus omdat het een penthouse is. Dan heb je een hoger plafond dan normaal. Plafonds zijn gemiddeld, nou dat weet Don al, die zit in de bouw, gemiddeld 2,10 meter, toch? Ja, dat kan je wel pakken. Ja, hier is het plafond dus 2,30 meter tot 2,40 meter. Geeft eraan welke ruimte je bent. Dus als ik zo sta, dan moet ik ook meteen staan erbij te kunnen. En dan kan ik me gewoon helemaal optrekken. En ik raak met mijn hoofd niet het plafond. Mooie afsluiting om te beginnen met sporten. Maar dat is een stop, right? Ik raak niet mijn kop met het plafond. Alles is hier chill. En het is gewoon een beginnend project. Het wordt steeds zieker. Het wordt uiteindelijk de ziekste mancave ever nu. Gast, jij hebt toch heel veel ideeën met je sportkamer? Heel veel. Heel veel. Echt, mijn hoofd explodeert zo wat van de ideeën. Ja. Roy wil een tv inderdaad. En hij wil een architect laten inhuren. En er komen nog gewichten, gewoon normale dumbbells. Wat een gek huis. Ik wil gewoon hier, weet je, ik heb zoveel vrienden die ik nu al fitnessgek heb gemaakt. Eentje ervan is Don. En die traint gewoon super graag mee en we hebben het altijd gezellig. En dit moet eigenlijk gewoon een beetje de plek worden waar iedereen zich chill voelt. Iedereen gewoon lekker kan beginnen met sporten. Of als je al ervaren sporter bent, kan je ook lekker je ding doen. Muziekje erbij, je favoriete serie aan of een voetbalwedstrijd, weet je wel. Alles moet gewoon compleet zijn. Aircootjes, dat je het nooit te warm hebt. Uitzicht erbij. Wat wil je nog meer? Weet je wel. Het is gewoon echt te ziek. En nu gaan we officieel het spits afbijten. Besef dat wij de eerste zijn die hier nu gewoon samen gaat trainen. Dat zou raar zijn als je onderbuurman hier stond. Nee, ik wil meer te zeggen, want jij bent gewoon de eerste die meetraint in het gouden tempeltje van mij eigenlijk. Ik vind het wel fat toe. Geen V2, maar F2. Featuring 2. Ja, precies. Kijk, de katten zijn ook wel helemaal thuis hier. Hey, Scoopy, wat denk je ervan? Wij hebben net al Scoopy genomen. Wij gaan even bankdrukken, jongens. We gaan even knallen. We gaan even knallen, bro. Let's go. Kijk eens even, daar gaat Don op de benchpress. We zijn nu gewoon aan het warm draaien. Maak jullie druk, zonder gewichten. Maar we gaan gelijk met die schijf gooien straks. Heerlijk. Nou, we gaan gelijk goed beginnen. Ja, ja. Heerlijk. Ja. We gaan op dit is 40 kilo. Helemaal niks, maar het is gewoon even lekker warm worden. Kijk eens even, dames en heren. We beginnen gelijk lekker, lekker. 10 kilootjes aan beide kanten. De stang is 20. Dus dan is het 40 kilo, als ik het goed zeg. Klopt. Kijk eens even, jongen. Roy pakt er gelijk lekker aan. Gast, dit is zo bizar. We zitten gewoon in je eigen sportkamer, houden. Ik heb zoveel zin om te sporten daardoor. Oh, gast, dit is wel even ziek. Wat dan? Wat een pauper! Die klonk heel nat met zweet. Ja, man, dat is echt heel ziek. Lekker, man. De 100 kilo bankdruk, jongens, voor het eerst dat in mijn huis de 100 kilo de lucht in gaat. Op de benchpress. En ik ga voor minimaal, wacht even. Voor het eerst in dit huis. Ja, maar je hebt je net al vaak opgetild. Nee, dat is 99 kilo. Nee, 100 kilo voor het eerst in dit huis. De lucht in met PR van bankdrukken staat op 122,5 één keertje. En nu ga ik gewoon voor 100 kilo 3 tot 4 keertjes. Dat is een hele pittige. Maar het moet goed komen. Op zich moet het goed komen. Voor zeker staat Don gewoon achter. You never know. Oké, als we hem samen kunnen uittillen. Is al chill. 3, 2, 1. Let's go, man. Heel lekker, dat is een mooie. Dat is gewoon een mooie. Dan gaat Roy even de hele chest afbreken. Ja, ja. De Ozo kent de 21. Hij doet dus 7 keer dit. Oh. En dat gaat natuurlijk branden als een gekko. En dan jaagt hij met zijn kop naar achter. Als hij er 7 heeft gedaan. Dat is nu, geloof ik, ja. Kijk, en dan gaat hij zo staan. En deze oefening is echt killing. Ik heb hem net ook gedaan. Maar ik vond hem wel echt best wel fucking branden. Kijk, en dan gaat hij 7 keer dit doen. Dus 3 keer 7 dingen. Oh, zo. Oh, dat is zo erg, gast. Ja, deze is echt niet normaal. Lekker, 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 lekker. 3, 2, 1. Kijk hem eens buffelen, die jongen. Fel rode harses. En hij gaat voor goud. Oh. Zo gast. Roy gaat even een show-off doen. Met zijn triceps. Ja, maar het kijk eens. 10 gemonstreerde oefeningen. Hij staat verlicht. En hij gaat met een zwaarder zetten. Want moet je even kijken hoe hard die aan het pompen is. Dat ga je nu zien, hoor. Kijk eens, je ziet gewoon dat hij helemaal zo opgepompt. Ja, bro. Oh. En je hoort dat apparaat zo lekker soepel zijn. Hij is wel helemaal nieuw. Hij kraakt niet niks. Gelijk boven zijn harses. Ja, kijk eens even. Helemaal kapot gaan, joh. Zo jongen, je gaat echt kapot met deze oefening. Ja. Oh. Lekker hoor. Heerlijk man. Kijk eens even hoe dat eruit ziet. De rug is breder dan het Suezkanaal. Oh mijn god. Kijk die Roy eens even jongen. Hij gaat de hele gym lopen. Ik klink net als Joel nu. Nee, de vibe is gewoon goed dames en heren. Kijk die man eens even gaan. Billen naar achter, één voet naar voren. Kijk eens even die arm jongen. Vooral rechts, zijn goede arm. Hoe dat eruit ziet. Die rug hè. Zo lekker. Muziekje erbij, bam bam. Oh wat zijn we aan het genieten, echt 100% aan het genieten, oprecht. Lekker nu schaam, je ziet alles gaan in je rug. Lekker bro, ja. Woehoe. Don, how are you feeling bro? You're fucking dead bro. Fucking dead bro. 2 uur later zijn we inmiddels. Oh, dit is onze laatste buikspieroefeningen. It's fucking dead bro. Ja man. Niet man. Jongens, de eerste training in mijn eigen gouden tempeltje. We hebben gewoon 2 uur lang getraind. De chest is kapot. De triceps zijn kapot. De buik is kapot. Alles, kan ik wel stellen, is gewoon kapot. Don's emoties zegt genoeg. We are fucking dead bro. We hebben echt heerlijk getraind. Wat een heerlijke aftrap voor deze sportruimte jongens. En ik heb het al gezegd. En ik zeg het nu gewoon nog een keer. Hij is nog lang niet naar de ends. Er komt nog veel. Ik ga bijna mijn bek over gaan schrijven. Dat gebeurt. Maar er komt nog veel meer aan. Weet je wel, deze ruimte gaat echt een volledige upgrade worden. Maar voor nu voldoet hij al aan onze wensen om gewoon heerlijk te kunnen trainen. En dit was dus pas de eerste training. We zijn kapot gegaan. En ik denk dat dit een hele mooie aftrap was voor nog veel meer trainingen in deze heerlijke sportruimte. Man, ik ben kapot. Wacht. Hurry up. Roy! Nee. Oh, kruiken. Wow. We zitten eieren te eten natuurlijk. Wow, ik ga zo wat van mijn stokkie, gast. Tering, dit stinkt. Jezus. Hij is al weg. Ja, hij is nu ook aan. Nee. Ja, warme lucht stijgt op, hè. Het is echt zo. Ik ruik hem nu gewoon hier. Don en ik hebben echt heerlijk, maar dan ook echt heerlijk getraind. Net nog een... Gaat het goed, bro? Die zat echt dwars. Hij bleef hangen achter mijn huid. We hebben daarnaast nog eventjes heerlijk in de studio gechilled. Ik praat trouwens wat zachter omdat Deetje al lekker ligt te slapen, dus vandaar. Maar het was vandaag gewoon weer echt een good day bro. Dat is echt waar. We hebben fucking lekker serie gekeken, yep. We hebben fucking lekker getraind. We hebben fucking lekker lopen lullen, lopen lachen. Yep. Eigenlijk een standaard dag wanneer Roy en Don samen zijn. Dat is echt heerlijk. Ja, maar het is nu ook gewoon echt heel relaxed dat we een eigen sportruimte hebben, weet je wel. Die ik in de vlogs natuurlijk blijf upgraden. Hij blijft zich uitbreiden. Qua apparaten staat er nu al wat er moet staan. Maar als je hier bijvoorbeeld kijkt, dan zie je nog ingepakte meuk liggen. Dat wordt uiteindelijk het rek waar die schijven van het bankdrukken en zo, waar die aan worden opgehangen. Dus dat is echt zeg maar een schijvenrek. Kijk, zo komt het eruit te zien. Dus dan kan je die schijven aan die pilaartjes hangen. En dan ziet het er veel mooier en opgeruimder uit. Dat zijn dus van die dingetjes wat de leverancier vandaag helaas niet af kon krijgen. Er ging iets mis in de planning. Er ging heel veel mis in de planning. Maar dat heb ik niet gevlogd omdat het totaal niet interessant is om te filmen. Maar dat was gewoon even jammer. Eigenlijk had die al moeten staan. En dat wordt nu dus later nog gefixt. Maar ja, de sportkamer is dus heel chill. We hebben keihard getraind. En dat zal ongetwijfeld niet de laatste keer zijn geweest. Nou, en dan mag het niet hopen dat je die shit haalt. Nee, zeker niet. En Don die gaat hem nu weer peren naar huis. Ik ga hem peren. Het is weer ouderwets laat. Ik ga hem niet appelen, ik ga hem peren. Kak met peren. Wat was dat ook weer? Ik zal die grap niet meer maken, want dat is appels met peren vergelijken. Nice. Met jou heb ik nog wel een appeltje te schillen als je zo doorgaat. Ja, ik voel me nou wel een beetje appelig. hey, moet je kijken. Daar komt Ban aan. Wauw, gast. Die was echt slecht, hè? Laten we maar naar de Appelhof gaan. Die jongerencamping op de Schelling. Ja, dat is Appel. Ja, toch? Ik dacht dat het zo'n bloemenpark was. Hoe kom ik daarbij dan? I don't know. Zoiets met Hof, toch? Bloemendaal. Bloemhof. Nee. Je had die tulpen. Velde. Met Hof? Ik weet niet. Piemelhof. Grafhof. Tim Hofman. Kerkhof. Tim Hofman. Ik ben het vergeten, ik weet niet. Nee? Nee, nou, maar het is een Appelhofers camping op de Schelling. Kan gebeuren. Voor als je naar de kloot wil gaan van Alphen. Yep, inderdaad. Maar goed, my broski Don gaat er dus weer vandoor. Iedereen op die camping speelt Call of Duty, want het zijn campers. Oh, nice. Ja, nice. Really nice. Maar daarmee gaan we hem afsluiten, jongens. Don gaat er vandoor met de RS6. Heerlijke wagen. Ik ga naar huis. En wij zien elkaar soon, buddy. Ik ga plassen thuis. Doei. Later, bro. Zoals altijd was het echt weer freaking gezellig met Don, man. Echt, ik kan met die guy zo hard chillen. En we kunnen zo hard om elkaar lachen. We levelen heel erg op alle fronten eigenlijk. We sporten graag samen. We maken woordgrapjes waar we allebei enorm van houden. Hè? Allebei een beetje hetzelfde soort humor. Ik weet niet. Het is gewoon... Soms heb je wel eens met iemand gewoon zo'n bepaalde chemistry... dat je eindeloos met elkaar kan zijn zonder er een erg in te krijgen. Dat is echt wat ik met Don heb. Dat omschrijft onze vriendschap, weet je wel. Zoals het ultieme voorbeeld is eigenlijk dat hij zei... Roy, ik moet morgen vroeg op, dus ik wil maximaal rond 1 uur 's nachts weg. Eindstand is nu 2:30 s'nachts, weet je wel. En nu moest hij wel echt weg, anders wordt het echt niet meer te doen voor hem. Hij moet ook nog editen thuis. Ja, dat is gewoon tof. Dat is gewoon echt heel onwijs leuk. En waarschijnlijk hebben jullie ook wel een vriend of vriendin... waar je dat ook mee hebt. Laat het dan weten in de reacties. Want het is gewoon super fijn om zo iemand te hebben in je leven. En zo niet, dan ga je ongetwijfeld zo iemand ooit op je pad tegenkomen. Maak je niet druk. Want het is gewoon... Ik weet niet, vriendschappen ontstaan gewoon heel spontaan. En ik voel me echt zo'n Dr. Phil. Zo'n Dr. Phil die vertelt, die een beetje levenslessen gaat vertellen. Zo wil ik niet helemaal niet op jullie overkomen. Hoor. Maar het is gewoon een chille vriendschap. En ik ben er blij mee. In ieder geval, beste kijkers, jullie bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga lekker slapen. Ik ga lekker naast Deetje liggen. Die ligt er al inmiddels een tijdje. Die voelde zich niet zo lekker. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je het leuk. Zo ja, dan mag je natuurlijk dit vlogje belonen met een blauw duimpje omhoog. Zou ik enorm waarderen. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Dan zie ik jullie morgen om 15:30 weer terug bij een nieuwe vlog. En om 17:00 hopelijk weer bij een nieuwe game video. Laters.